Bert en Brammert. Twee reuzen die in de 14e eeuw door Drenthe en dan vooral het gebied rondom Schoonoord heen zwierven. Berucht en beroemd. In Schoonoord is er zelfs een museum aan ze gewijd. Maar wie waren Ellert en Brammert? En bestonden ze wel echt? Over de hei hadden ze een touwtje gespannen en dat zat vast aan een bel in hun hol. Dit zijn ze dus. Wie is nou wie? Dit zijn Ellert en Brammert. En Ellert is de linkse en Brammert is de rechtse. En Ellert is de vader en Brammert is de zoon. Ze woonden waar nu het dorp Schoonoord ligt. En daar hadden ze een heel groot hol en daar woonden ze in. In zo'n soort grot hebben Ellert en Brammert gewoond. In zo'n soort grot hebben ze ook Marieke gevangen gehouden. Natuurlijk wel groter en hoger dan dit. Ja, want als jij een reus was, dat ging niet lukken. Nee, nee. Maar het was wel net zo donker. Met reuzenvoeten ging dit vast makkelijker. Nou, dat is een ding wat zeker is, ja. Ze hadden draden met belletjes. En de belletjes die zaten in hun hol. En zo gauw er iemand tegen een draadje aankwam, want die zag je dus niet, dat kan je zo zien. Zag je dus geen draadje en dan kwamen ze daar tegenaan en dan kwamen zij uit hun hol om die lui te overvallen. En op een dag liep Marieke hier. En ze kwam tegen een draadje aan. Ellert en Brammert, die slopen naar haar toe en die stoot elkaar aan. Het is een vrouwmens. En ze pakte er beet zonder dat ze het in de gaten had en ze namen er mee naar de hol. En nu ga jij voortaan altijd alles voor ons doen. Op een dag was Brammert die was heel erg moe en die ging liggen en die ging slapen. En Ellert die was op jacht. En toen zei Brammert tegen Marieke van ga even mij scheren, alsjeblieft, nu even. En Marieke die pakte het mes en Brammert viel in slaap en toen heeft ze hem de keel doorgesneden. En ze is met een gang weggerend. En toen Ellert bij het hol terugkwam en die zag wat er gebeurd was, toen zag hij heel in de verte Marieke nog rennen richting huis. En toen is hij haar nagegaan met een bijl in zijn hand. Marieke, kom terug! En net toen ze bij haar huis was en ze deed de staldeur dicht, gooide hij de bijl om haar te raken. Die bleef dus in de staldeur staan. Nu gaan er ook heel veel geruchten rond over Ellert en Brammert. Wat zijn dat voor geruchten? Nou, er zijn dus geruchten dat hij geen vader en zoon waren, maar dat het broers waren. Anderen zeiden dat het goede vrienden waren. Er is dus gezegd dat het mensen uit het Westen waren, die crimineel waren dus. En die waren hier naartoe gevlucht. En omdat ze daar dus veel betere voeding hadden, waren ze dus veel groter dan de mensen hier in de buurt, die maar net boven een meter uitkwamen natuurlijk. In elk verhaal komt het meisje Marieke weer terug. Ja, dat klopt. En dit is ze? Dit is Marieke. En hoe wordt ze nog meer genoemd? Nou, ze noemen haar Johanna, ze noemen haar Mathilde, noem maar op. Ze heeft eigenlijk heel veel namen, maar hier in deze omgeving wordt ze altijd Marieke genoemd. En wie was Marieke? Want we weten allemaal dat dit het meisje was dat ontvoerd werd door Ellert en Brammert. Maar wie was zij? Marieke was een dochter van een arme boer en die moest dus even wat wegbrengen voor de moeder. En toen werd ze dus aangevallen door Ellert en Brammert en ontvoerd. En waar zijn Marieke en haar ouders daarna naartoe gegaan? Nou, het hele dorp was zo angstig geworden. Het was dorp Orvelteveen. Het was zo angstig geworden voor de wraak van Ellert dat het hele dorp is verlaten en is vertrokken. En ze hebben nooit iets weer gehoord. Niet van de mensen, niet van Ellert. Kom terug! Maar Marieke kwam niet terug. In het oude schooltje op het terrein wordt geregeld het verhaal van Ellert en Brammert verteld. En ze pakten ze zeep. Kwast en ze schoor hem met het grote mes. Maar ze ging niet scheren, nee. Ze haalde dat grote mes over hem heen. En pats! Met grote ogen viel hij op de grond in een grote plas met bloed. Dood. Ik heb heel vaak mensen die vragen of dit verhaal nou echt gebeurd is. En dan zeg ik altijd maar niks. Dan zeg ik altijd van ja, misschien of misschien niet. Ik denk niet dat het echt gebeurd is,
Maar het is een mooi verhaal. En tijdens lange winteravonden kun je hele mooie verhalen bedenken. Zou er wel een kern van waarheid in zitten? Tuurlijk. Alle legendes hebben een kern van waarheid. Alle sprookjes, alle fabels. En die zijn niet voor niks geschreven.